Als het tot een Brexit komt, wordt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland de buitengrens van de Europese Unie. Noord-Ierland maakt namelijk deel uit van het Verenigd Koninkrijk dat de Unie verlaat. In dat geval vreest Ierland voor zijn vrije verkeer van goederen en diensten richting Noord-Ierland. Daarom staat de Ierse premier op de rem tijdens de Brexit-onderhandelingen. De eerste fase van die onderhandelingen loopt op zijn laatste benen. Ierland is afwachtend voor de tweede fase. So nobody wants a hard border on the island of Ireland, but we want to make sure that in phase two we don't have a situation where people say, well, sorry, the aspiration is for no hard border on the island of Ireland, but we don't know how to achieve it. And the truth is, if we see regulatory divergence in the two jurisdictions on the island of Ireland, it is very hard to see in that scenario how you avoid hard border checks. Coveney staat naar eigen zeggen niet alleen met zijn vraag naar meer duidelijkheid over de grenzen. Well, I don't think Ireland will have to block anything on its own. There is absolute solidarity across 27 countries here. They are with Ireland on this because we are making a fair but very firm case. May blijft positief en herhaalt dat het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten toewerken naar de volgende fase. May negeert met een glimlach vragen over de Ierse grenzen. These negotiations are continuing. But what I'm clear about is that we must step forward together. This is for both the UK and the European Union to move on to the next stage. Right, the Irish border is clear. Word on the Irish border.